Ja, Jaap, ik denk dat toch al met al, ondanks de late gelijkmaker, de teleurstelling bij jou zou overheersen. En welke teleurstelling bedoel jij? Van het puntenverlies. Ja, dat is van het verlies. Maar wij hadden er niet van tevoren maar zo van uitgegaan dat we even zo 3 punten zouden halen, hoor, thuis tegen Sparta. Kijk, we hebben Sparta ook gezien. En die hebben gewoon een goed elftal. En die fysiek zijn ze sterk. Ze spelen heel gedisciplineerd, heel compact. Nou ja, ze spelen op een dusdanige manier, dat heb je ook allemaal gezien, dat ze heel compact staan. Dat ze afwachten op de momenten van het veroveren van bal. Van balbezit en dan en de omschakelmomenten. Ja, dat gebeurt ook als je dan zelf af en toe de keuzes iets minder zijn, waardoor je dus het wel inlevert. Ja, dan kan het ook moeilijk zijn. Het mooie vind ik wel dat in de manier en hoe de jongens zijn begonnen en bij Vlagen de eerste helft, ook de tweede helft zijn doorgegaan, dat je dus wel toch wel aardig wat kansen kunt creëren en ook meer doelpunten moet maken. Wat helaas natuurlijk niet het geval is. Wat natuurlijk heel jammer is, en dat resulteert dan ook in een heel achterstand en uiteindelijk ook 2-1 achterstand, waarin we niet adequaat optreden met een omschakelmoment waardoor zij een doelpunt kunnen gaan maken. Ja, en dan moeten ze door en dan werken ze hard en dan gaan ze ervoor en dan krijg je uiteindelijk nog de verdiende gelijkmaker op zijn minst, vind ik. Want dat mag ook wel gezegd worden, want die jongens, en dat kun je niet zeggen dat ze er niks aan gedaan hebben, die hebben keihard gewerkt. Het is moeilijk om te spelen tegen een tegenstander die zich zo opstelt. Dan moet je maar net even de momenten vinden om er doorheen te voetballen. Nou, dat hebben we gedaan en daar ben ik ook heel blij om en dat hebben ze ook goed gedaan. En daar kan iedereen van zeggen van wat ze willen. Maar die hebben dan niet zoveel verstand van voetbal in mijn ogen. In de zin van het creëren van hebben ze het gewoon fantastisch gedaan. En alleen het afmaken van, nou ja, dat is dan heel jammer. En het weggeven van bepaalde doelen, van bepaalde doelpunten, ja, dat is ook... Dat is ook jammer, waardoor je het jezelf ook moeilijk maakt en je weer moet beginnen vanuit een achterstand. Nu gaan jullie dit seizoen denk ik wel vaker ploegen tegenkomen die jullie zo gaan bestrijden. En de kwetsbaarheid in de omschakeling, hè, wat ook in je verhaal zit, dat is wel een heel groot zorgenpunt om dat snel uit te krijgen. Nee, maar dat is ook zo, dat ben ik ook met je eens. Maar als jij wil aanvallen, kijk, je kunt niet aanvallen om te zeggen van nou weet je wat, we laten onze verdedigers in onze eigen 16 meter staan en onze spitsen die gaan maar lekker in de 16 meter van de tegenpartij staan. En dan heb je dus heel veel ruimtes ertussen. Dus dat kan ook niet. Dus uiteindelijk moet je altijd, als je wil aanvallen en de tegenstander gaat inzakken, dan heb je te maken met kleine ruimtes. Dan moet je hoog op voetballen. Dat is inherent aan de manier van spelen dan. Ja, dat betekent dat je moet verdedigen met ruimte in je rug. En uiteindelijk moeten wij daar beter mee omgaan. En dat hebben we gezien. En dat doen we ook. En daar zijn we continu mee bezig. Er zijn ook weer wat blessuregevallen die erbij komen. Hè? Donderdag een hele belangrijke wedstrijd ook. Hoe staat dat er nu voor? Ja, dat gaan we zo weer bekijken hoe dat ervoor staat en naar morgen ook. Donderdag, wat je zegt, dat wordt een belangrijke wedstrijd, maar dat is ook weer tegen een hele goede ploeg. Is dat pure pech, die hoeveelheid blessures die we nu in de voorbereiding al zien? Nou ja, de blessures die we over het algemeen gehad hebben is pech, want dat zijn ook enkel blessures door verzwikkingen, door trappen wat ze hebben gehad. Ja, daar kun je niet zo heel veel aan doen. Erik is eruit gegaan volgens mij met kramp, dus dat is afwachten hoe dat gaat richting donderdag. En Dylan gaan we ook evalueren. Verder is er vandaag ook het nieuws van Steven Bergers. Eindelijk definitieve duidelijkheid over zijn toekomst. Is dat dan nog een lichtpunt op deze dag? Nou, jouw vraagstelling is natuurlijk wel heel negatief. Vind je? Vind ik wel. In de zin van, is dat dan het enige lichtpunt? Kijk, uiteindelijk zijn wij en niet iedereen ook niet tevreden over een punt. We willen allemaal 3 punten hebben. Maar er zijn zeker vanuit het spel meerdere lichtpunten te halen. En uiteindelijk is Steven daar ook een bepaald lichtpunt bij. Want het is heel belangrijk dat een speler met deze kwaliteiten binnen de club blijft. Om het verschil te kunnen maken.